Ja, vrienden, het is natuurlijk allang bekend. Met geld is alles te koop. Maar dat de grachtengordel al zo snel te koop zou zijn. Nou, hey, we hebben het gelezen. Ja, ja. Ze gaan het op, hè? Ja. Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Nou, dat is het epicentrum bijna van de grachtengordel. En die gaan nu naar SBS. Nou. Dat is even wat, vrienden. En hoeveel misverstanden hebben we hier niet bij elkaar, zeg. En die geven allemaal die signalen af, al vooraf. Dat we hier hoogstwaarschijnlijk aansturen op een enorme mislukking. Ja, vrienden, want zo zit het. Want kijk nou eventjes naar die Roosmalen samen met die Groenteman. Nou, die zitten dan op NPO 3, niks aan de hand. En die hebben daar zo'n mediaprogrammaatje. En dat is een beetje, zeg maar, tussen de schuifdeuren. En dat stelt niet zoveel voor. En kijk, die Groenteman, die is verder niet lollig. Die is officieel niet lollig. Nee, dat kan hij niet helpen. Dat is nou een keer zo. En die is dan een beetje een aangevertje voor, zeg maar, de Roosmalen. Maar Roosmalen, dat is natuurlijk, is gewoon een typetje. Dus één typetje. Typetje, sikkeneurige man. Die niks leuk vindt. En dan ook nog eens een keer met heel veel dédain neerkijkt op alles wat volks is en noem het allemaal maar op. Nou, fijn. Goed. En dat mag. En daar is natuurlijk een publiek voor. En dat zit op NPO 3. Die kijken naar dat programma. Dat programma, de media, nog wat, veel te lang. Veel te lang. Dat was hooguit. Zou dat 25 minuutjes moeten duren. En dan één of twee keer even sikkeneurige Roosmalen die van een papiertje komt aflezen wat hij allemaal niet leuk vindt. En dat is het dan. Klaar. Maar nee, wat gaan we nu doen? We gaan het grote misverstand doen om dit een uur lang elke dag... Hey, hallo. Hou je vast. En dat komt dan op de plek van Vandaag Inside. Maar Vandaag Inside, dat vergissen ze zich in. Die hebben zich al helemaal gevestigd en dat is een formule en dat staat als een huis. En die hebben ook nog eens een keertje gewoon dat hele volkse karakter met hele platte humor. Daar kan geen wals meer overheen. En dat werkt, begrijp je? En dat hebben die gasten helemaal niet, want dit is allemaal een beetje elitair en een beetje kakels, dus even alles weten. Dat gaat dus helemaal de verkeerde kant op, vrienden, daar op die plek, ja. En trouwens, waarom zou je van NPO 3 naar SBS even gaan? Dat is ook al een hele rare kronkel. En blijf trouw. Dat hadden die gasten moeten gewoon trouw blijven aan hun eigen merk. Hun eigen merk is gewoon een beetje een klein programmaatje maken op NPO 3. Een beetje die televisie in de maling nemen en klaar. En weg. En dat is wat je kan en verder niks. En een uur lang naar sikkeneurige man kijken van Roosmalen. Een uur lang. Het houdt niemand vol. En hij ook niet. Dit is niet te doen. Nee. Hoe moet dat nou, vrienden? En dan hebben we nog een gillend misverstand. Ze gaan naar de zender. Ze gaan naar SBS6. Waar ze constant op hebben afgegeven. Ja. Ze hebben altijd op dat baggerbedrijf, want dat is het, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar hebben ze alle, die hebben ze constant afgeserveerd. Alles wat op de SBS komt, dat was volkomen niks. En nou gaan ze daar dan naartoe. Dat rijmt toch niet, dat kan toch niet. Dat moet je ook niet willen doen, zij. Blijf gewoon bij NPO 3 en dan moet je ook dit soort fouten niet maken. En daarom, je ziet het aan alle kanten, ik zei het al in het begin, alle signalen staan op, dit gaat niet goed komen. Nee, daar wil ik alleen maar even voor waarschuwen. Ja, bij hunzelf. En dat wij, maar ja goed, wij weten het al nu. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, dat wordt wegkijken deze zomer.